Welkom in het Erasmus MC. Weet u hoe u zelf kunt bijdragen aan een veilig verblijf in het ziekenhuis? We leggen het u uit in 10 stappen. Behandelplan. Het is belangrijk dat u weet wat uw onderzoek of behandeling inhoudt. Uw arts bespreekt met u de mogelijkheden. Hierbij komt ook het onderwerp reanimatie aan bod. Stel gerust al uw vragen. U mag ook iemand meenemen naar het gesprek. Samen maakt u afspraken over uw behandeling. Medicatie. Neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. Het gaat om medicijnen van de apotheek, drogist of natuurwinkel. Krijgt u bij ons andere of extra medicijnen? Vraag dan waarom dit zo is. Allergieën. Heeft u een allergie, bijvoorbeeld voor medicijnen, voeding of iets anders? Vertel dit dan aan onze medewerkers van de afdeling waar u verblijft. We houden hier dan rekening mee en nemen het op in uw digitale dossier. Identificatiebandje. We willen er zeker van zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben en verwisselingen voorkomen. Daarom draagt u altijd een polsbandje met een barcode om uw pols. Hier zijn uw persoonlijke gegevens opgenomen. Is uw bandje beschadigd of verwijderd voor een onderzoek of operatie? Vraag dan een nieuw bandje. Tijdens uw verblijf vragen wij u regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Ook al draagt u het bandje. Dit doen we als extra controle. Handhygiëne. Mensen in een ziekenhuis zijn sneller vatbaar voor infecties. Was daarom regelmatig uw handen. Dat doen onze medewerkers ook. Was in elk geval uw handen voor elke maaltijd en na elk toiletbezoek. Maak ook uw bezoek hierop attent. Pijn. Tijdens uw verblijf vragen onze medewerkers regelmatig of u pijn heeft. Samen met u kijken we wat we eraan kunnen doen. Het doel is dat de pijn voor u draaglijk is. Beweging. Als u in het ziekenhuis ligt, blijf dan in beweging, als dat kan en mag. Dit bevordert uw herstel. Kom regelmatig uit bed en loop een stukje. Vraag indien nodig de verpleegkundige u hiermee te helpen. Laat het even weten als u de afdeling afgaat. Voorkom dat u valt. Onze vloeren kunnen glad zijn. Om te voorkomen dat u uitglijdt, kunt u het beste schoenen of pantoffels met een anti-slipsol dragen. Eten en drinken. Eten en drinken is belangrijk, ook tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Zorg ervoor dat u, als het kan en mag, voldoende eet en drinkt. Uw vertrek. U mag het ziekenhuis verlaten, maar voordat we echt gedag zeggen, voeren we een afsluitend gesprek met de dokter of verpleegkundige. We noemen dit het ontslaggesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie en adviezen. Daarnaast krijgt u het volgende mee. Een overzicht van uw medicijnen en eventueel een brief voor uw huisarts of arts in een ander ziekenhuis. Brieven versturen we steeds vaker digitaal. Heeft u opmerkingen of suggesties? Vertel het ons. Volg de 10 stappen en draag zelf bij aan een veilig verblijf. Kijk voor meer informatie op www.erasmusmc.nl/veiligverblijf.